Hey, ken jij Pieter Cornijn nog? Nee, niet doen, vrouwtje plooi, stop, nee! Ik had vroeger voorgelezen uit de boek van Pieter Cornijn. Dus dat is wel echt leuk. Ik zou tegen moeder, mam, ik ga een konijn spelen. Hij maait het gazon, dus misschien hebben we net genoeg tijd. Ik ben vroeger opgegroeid met de films en mijn dochtertje Lily die kijkt nu ook weer naar de nieuwe geanimeerde Pieter Cornijn, de televisieserie. Hier zijn wij mee opgegroeid. Ja, het is wel echt fantastisch. Mama las ons altijd voor uit boekjes en we hadden nog videobanden volgens mij thuis liggen hiervan. En ze vonden dat heel schattig, die verhalen van Beatrix Potter. Waarom voert hij het pindakaas? Dus die nostalgie voel je nu al helemaal, ja. Ik denk dat Pieter Konijn een film wordt natuurlijk voor kinderen heel leuk. Het is gewoon een onwijs leuke familiefilm, dus je kan lekker met z'n allen gaan. Als ik zie hoeveel ik er al om moet lachen, dat die eigenlijk voor iedereen heel leuk wordt.